nemen een kijkje in de klas van de juf, die altijd een hoestbui krijgt als ze de aandacht vraagt. Vandaag gaan we les doen over geld. Geld? Daar weet ik alles van. Oh ja joh? Jazeker. Wow, die is echt superrijk. Hey joh, doe niet zo stoer met dat nepgeld. Hey joh, daar staat Spaceman op, dat is nepgeld. Maar wij gaan het vandaag hebben over echt geld. Maar juf, wat verdien jij eigenlijk in het onderwijs? Hey, daar heb je helemaal niks mee te maken, dat zijn mijn zaken. Maar waar gaan we het dan over hebben? Nou, ik wil jullie laten nadenken over de waarde van het geld. Juf, geld maakt toch niet gelukkig? Ja, dat klopt ook wel, maar geld heb je echt nodig. Ja, om eten te kopen bijvoorbeeld. Het huis waar je woont, dat moet ook toch betaald worden. Ja, dat zijn hele belangrijke dingen. Maar hoe kun je eigenlijk aan geld komen? Mensen werken toch voor geld? Ja, ik ben bijvoorbeeld juf geworden. Dat is mijn werk. Oh, noem je dat werken wat je doet? Man, echt snothaap! Maar wat kan je nou het beste met geld doen? Uitgeven natuurlijk. Allemaal leuk spullen voor mij. Maar is het wel slim om al het geld meteen uit te geven? Ja, mijn ouders zeggen altijd dat geld moet rollen. Maar je kan toch ook sparen? Heel goed, jongen. Vroeger deden ze alles ruilen, toen was er nog geen geld. Ruilen? Hoe bedoel je? De boer had bijvoorbeeld een koe. Die wou een warme jas. Wou de koe een warme jas? Nee, de boer, maar die had geen warme jas. Oh, ik snapte het al. Ze hadden de koe voor de jas. Ja, heel goed. Die boer die weet misschien niet hoe die een jas moet maken. De jassenmaker heeft weer een koe nodig voor de melk. Heel goed, best slim dat ruilen. Juf, ik weet ook hoe je makkelijk geld kunt verdienen. Oh, vertel, dat wil ik wel eens weten. Mijn tantes hebben laatst heel veel geld gewonnen. Hoe dan? Gewoon, in het casino. Dat gokken, dat is dus niet zo'n slecht idee. Ja! Ja, goed geld winnen. Kom, wij gaan ook naar het casino. Juf, ga je ook mee? Het leek wel of de juf een spook had gezien. Juf, hallo. Hè? Wat is er met de juf aan de hand? Hallo, juf. Hallo, misschien moeten er nieuwe batterijen in of zo. Volgens mij is de juf kapot. Weet je wat helpt? Schreeuwen voor het shock-effect. Juffrouw, wakker worden! Huh? Wat is er aan de hand? Casino? Ga maar even zitten, jongens. Begin maar aan een rekenles. Oké. Waarom deed de juf zo hysterisch over geld? Hadden ze soms iets verkeerds gezegd? Ik had die geldles nooit moeten geven. De juf dacht terug aan de keer dat ze veel geld had verloren met balletje, balletje. Dat is gewoon geldklopperij. Och joh, ik kan wel een gokje wagen. Ja, je houdt toch wel van een gokje? Ja, ik weet niet of ik dat wel moet doen. Gokken. De juf twijfelde eerst even. Oké. Maar toen gaf ze eraan toe. Okay. Zo mevrouw, dus jij weet waar het balletje zit. Het is toch super simpel? Ik zie gewoon waar het balletje ligt. Dus mevrouw, waar ligt het balletje? Zo, ik ben er vandoor. Doei! Hey, mijn geld! Geef terug! Wat een ellende, die gokverslaving die ik vroeger had. Ga eens kijken of ik kan winnen. Wow, jee! Ik heb gewonnen! Ja! Maar dat gok was ook wel leuk. Ik had heel veel gewonnen. De juf voelde nu langzaam dat het spannende gevoel van het gokken naar boven kwam. En één gokje kan toch geen kwaad? Hé, hey, dat is lang geleden. Doe je wel mee aan de Toto? De Toto? Ik weet het niet hoor. Ik ben koning Toto, je wil mij toch wel verslaan? Ja, dat wilde ze wel. En ook op de weg naar huis ging ze nog een blokje om. Wat gaat er gebeuren, mevrouw? Ik ga all in. Ze kwam die avond pas erg laat thuis. Hey, mam is er! Oh shit, ik ben veel te laat. Hoe ga ik dat nou uitleggen? Mam, ik heb een superleuke dag gehad. Ik heb met papa gespeeld in de speeltuin en hij heeft een ratslag gemaakt. En ik heb een salto op de trampoline gemaakt. Ik heb hier heel even geen tijd voor. Ik moet snel naar boven. Doei. Ja! Mama, ik heb een superleuke dag gehad. Hey, waar was je eigenlijk?
Ik had een hele drukke dag op school. Ik moet nou echt door, echt naar boven. Wat dingen maken. Doei. We hadden toch spellenavond? Dat hadden we toch al 3 maanden gepland? Schat, ik heb nou echt geen tijd. Ik zie je dadelijk bij het eten. We hebben al gegeten. Weet je wel hoe laat het is? Maar ik moet toch verder. Eenmaal boven probeerden ze het geld weer terug te winnen met online poker. Het ging steeds slechter met die juf. Ach, je moet gewoon gaan gokken. Gokken, 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 gokken. Waar blijft de juffrouw? Ze is veel te laat. Goedemorgen. Juf, wat is er met jou gebeurd? Niks. Hoezo? Wat zie jij er raar uit? Oh, ik ben een beetje uitgeschoten met de lipstift. Sorry. Hé, wat doet de juffrouw? Zou er iets zijn? Ik heb geld nodig. Ik heb geld nodig. Door de gokverslaving had de juf geldproblemen. En daar kreeg de klas ook last van. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er weer allemaal zijn. Goedemorgen. Het vreemde verhaal van de verdwenen spullen kwam ook bij de directrice terecht. Allemaal spullen die verdwijnen, ik vind het maar raar. Ze besloot de politie in te schakelen. Hallo? Hallo, spreek met de politie, waarmee kan ik helpen? Na school kwam de klas tot een schokkende ontdekking. Is dat de juf? Laten we maar gaan slapen, jongens. Hoe heb je net zo ver kunnen laten komen? Het spijt me, ik heb het ook niet gewild. De kinderen vonden het erg zielig. Ze wilden de juf natuurlijk helpen. Maar de juf werd al gearresteerd door het stelen van spullen. En de vader was gedwongen te verhuizen. In verhuisdoos. De kiezen. Oh, wat is dat voor een laai in mijn kantoor? Ze woont in een doos, dat kan toch niet? Nou, ik stond ook net om op het punt te ontslaan. Waarom? De juf was altijd super lief. Ja, maar jullie hebben recht op goed onderwijs. Maar dat hebben we altijd gekregen totdat de juf ging gokken. Jongens, ik heb een idee. En met dit idee probeerden ze alle problemen weer op te lossen. Vroeger deden ze alles ruilen, toen was er nog geen geld. Die kinderen toch zitten altijd vol met goede ideeën. Ze wilden het ruilspel toepassen wat ze van de juf hadden geleerd. Hoho, wat is er aan de hand? Wilt u deze eikel tegen iets ruilen? Dat is precies wat ik nodig heb. Wat komen die kinderen van haar doen? Oh, die wil ik wel ruilen tegen mijn fiets. Yes! Meneer, heb je iets om te ruilen? We hebben namelijk een hele coole motor. Ja, je ziet toch dat die meneer niet heeft? Wat? Dat ik niet heb? Wat is dat? Tegen die vette motor? Zeker weten! Ik ben benieuwd waar de kinderen mee terugkomen. Oh, daar zijn ze al! De dikke BMW hadden de kinderen kunnen omwisselen in keiharde euro's. Door deze actie kwam de juffer weer bovenop. En werd ze ook weer aangenomen op school. Nou juf, ben je weer de oude? Ja, maar ik heb er heel veel spijt van. Aan een verslaving kan je niet altijd iets doen. Ja, maar ik voel me toch een hele slechte juf. Hoezo juf, je hebt ons toch geholpen? Huh? Hoe bedoel je? Dat ruilspel hebben we toch van jou geleerd? En daardoor is alles goed gekomen. Ah ja, dan ben ik toch een goede juf. Juffrouw, 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 juffrouw. Ja, oh, wat was dit een mooi einde. Maar mocht je nou die bloopers willen zien, check dan hier. En anders daar een andere film. Oh ja, oh, mocht je nog niet geabonneerd zijn, check dit dan, hè.